Suriname heeft gisteren Wereldtoerismedag op een heel aparte manier herdacht. De viering is gehouden op het tennisveld van Residence Inn aan de Anton Drachtenweg. Centraal dit jaar stond de culturele, sociale, politieke en economische waarde van toerisme. Verschillende culturele organisaties hebben optredens verzorgd. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gaf aan dat met deze optredens in een nutshell is aangetoond wat Suriname qua cultuur te bieden heeft. De bewindsman benadrukte dat toerisme ook een economische drive moet worden. Toerisme voor inclusive growth. Het mag niet een sexy zinnetje gaan zijn het komend jaar of de komende 12 maanden. We moeten er inhoud aan gaan geven. Ik wil benadrukken dat vanuit TCT met de schaarse middelen die we hebben, maar dat mag ook geen stopwoord zijn, hebben we wel met zeker een van de grote banken in Suriname, en ik neem dat als voorbeeld met ondersteuning van Shata, de Orde in Para en anderen die het heel moeilijk hebben gehad. En daar kennen we heel veel uitdagingen, ja. Grondenrechtenvraagstuk, boedelproblematiek. Hoe hebben we dat opgelost? We hebben aan tafel gezeten. We hebben de koppen bij elkaar gestoken om te zeggen van, hé, hoe gaan we dit aanpakken? Want toerisme moet op gang gebracht worden. Maar laten we eerst kijken hoe intern, hoe sterk zijn we? Volgens Sylvia Ang, voorzitter van de Suriname Hospitality and Tourism Association, de SATA, is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot toerisme. De mens houdt van natuur en wil vaker op reis. Er wordt nog gewerkt aan de randvoorwaarden voor wat de toerisme-norm van Suriname betreft, zegt Ang. De sector is ready. De randvoorwaarden zijn we afhankelijk van de overheid. Hoe ver is de overheid met de randvoorwaarden? Daar werken we aan. En nogmaals, inderdaad, we willen niet zo graag wenselijkheden, maar feiten. Een andere, de protected area. We hebben zoveel beschermde gebieden. Ze krijgen niet de aandacht om hun waarde te behouden waarvoor ze zijn beschermd. Bijvoorbeeld Bronsberg. Er zijn zoveel natuurreservaten. Hoe gaan we dan die protected area beschermen? Dat eisen we ook van de regering om de middelen, de aandacht, de prioriteit te geven om ze te beschermen. Want we willen ze behouden. De protected areas zijn de unique selling points voor Suriname. Het is uniek, we willen dat behouden. Toerisme is duurzaam, het gaat nooit op. Maar je moet wel wat gaan investeren. Het thema voor Wereldtoerismedag is Tourism for Inclusive Growth. Sinds 1979 wordt deze dag op 27 september herdacht, ter herinnering aan de datum waarop in 1970 de statuten van de United Nations World Tourism Organization zijn goedgekeurd. Dat is een belangrijk moment in de ontwikkeling van het hedendaagse wereldtoerisme.